Kevin Pauwels opnieuw Belgisch kampioen mountainbiken. Na de aankomst was er heel wat commotie, maar oké, je bent de beste in koers geweest, dat is duidelijk. Je wint in de spurt, je beste wapen. Zag je in de wedstrijd zelf, hier heb ik een kans vandaag? Ja, ik voelde wel dat ik heel goed was. Maar ja, je weet natuurlijk niet hoe dat een ander zijn eigen voelt, maar ik voelde me eigenlijk wel goed. Je hebt je tactisch zeer goed opgesteld, altijd tweede blijven rijden achter Van Hovels, eigenlijk ja, de twee in de tang gezet. Heb je dan eigenlijk wel die sprint afgewacht, denk ik? Ja, ik heb de sprint wel wat afgewacht, maar ja, ik wist dat ik niet derde moest zitten, want dat er een gat had expres, dan moet ik het gat weer dichtrijden. En ik heb het wel slim gespeeld, denk ik wel. Ja, zeer zeker. Hoe zie je nu de rest van het volgende seizoen, maar vooral eigenlijk eerst als mountainbiker je toekomst? Ik ga elk jaar wel een paar mountainbikes rijden, maar ik weet nog niet hoeveel, of daar heb ik nog niet echt over nagedacht. Ja. En nu komt natuurlijk het veldritseizoen eraan. Hoe bereid je dat voor met het team? Nog verdere stages of iets dergelijks? Ik ga volgende week op stage in St. Moritz en dan... Ja, dan gaan we nog een week in de Ardennen trainen met de ploeg. En dan zal het seizoen erop zijn. Ja, en ja, natuurlijk, dit jaar verwachten we ook weer heel veel van jou. Wereldkampioen Albert, vorig jaar een echt schitterend seizoen van jou gehad. Wordt het een duel Albert-Pauwels of zijn er nog andere kandidaten? Er zal er ook wel anders zijn. Sven Nijs zal nog wel sterk zijn. En Tom Meusen en zo, die zullen er ook wel zijn. Veel succes nog, Kevin, in je verdere mountainbike en veldritcarrière. Bedankt.